Nou, mijn naam is Jozef van den Berg. En ik was vroeger, voordat ik dit leven heb aangenomen, was ik theatermaker. Hij had in de avondvoorstelling geen echte naam. Dan was het altijd de jonge man. In de kindervoorstellingen, in de familievoorstellingen heette hij, zoals ik zelf heet, Jozef. Maar Jozef is, de jonge man, is eigenlijk een soort alter ego van mijzelf. Eigenlijk ben ik het zelf, maar dan in het theater. Een zoekende figuur die nooit thuis is, maar altijd onderweg. Vrouw de heks wordt toch eindelijk eens wakker. Ik weet helemaal niet meer waar ik ben. Ik ben geloof ik helemaal verdwaald. En u slaapt maar door. U slaapt maar verder. En ik weet helemaal niet waar ik naartoe moet gaan, mevrouw de heks. Ik heb werkelijk het gevoel dat ik mijn eigen ongeluk tegemoet loop. En dat was toch niet de afspraak? U, mevrouw de heks, u zou mij begeleiden. En zo heb ik allemaal verhalen gespeeld. En God heeft dat gebruikt om zich uiteindelijk echt te laten zien. Hij heeft dat beantwoord. In een ervaring aan mij, aan mijn hart. In de kleedkamer in Antwerpen, in de Singel. En door dat antwoord, die ontmoeting die hij mij gaf, zag ik en begreep ik, mijn God, u bent er werkelijk. Toen zag ik dat ik dat niet meer kon spelen. Dat de jonge man en ik, wij werden eigenlijk één en dezelfde figuur. Dus hij heeft mijn theater eigenlijk verwerkelijkt. In één keer vond ik zelf God. En toen was mijn theater voorbij. Maar ik wist toen nog niet dat God dat deed met een hele bepaalde bedoeling. Om mij iets te geven. Niet om te spelen, maar te gaan leven. En zo ben ik hier terechtgekomen. Uiteindelijk heb ik alles verlaten. Mijn vrouw, mijn kinderen, mijn huis, alles wat ik had. Ben ik in de ogen van de mensen een soort gek geworden. Man met kist loopt door de straat. Snap je? Ik ben het zelf gaan doen. Ik ben die jonge man, zeg maar in zekere zin, geworden. Zo'n ervaring, als jou die toevalt, die kan je niet uitleggen aan de andere mens. Dus de andere mens die van jou houdt, die begint te denken dat je misschien in de war bent. Of dat je ziek bent. Of... Dus het geestelijke leven... is een heel geheimnisvol leven, wat je niet aan de ander kunt uitleggen. Dus iedereen om mij heen, die maakte zich ook grote zorgen over mij. Niet alleen voor mijzelf, hele grote gevolgen, maar ook voor de mensen die bij mij werkten, mijn technici, mijn manager, voor mijn familie. Hele grote gevolgen. Alles werd afgelast. Alle contracten werden, afgeschreven. In één keer was alles stil. Heeft hij hoger geacht dan al het andere. Hoger geacht dan mijn vader zijn of mijn echtgenoten zijn of mijn zoon zijn van mijn moeder of broer van mijn broers of broer van mijn zusjes of vriend van mijn vrienden. Hij heeft mij iets gegeven wat daar bovenuit gaat, wat ik echt moet doen. Dat kan eigenlijk niet. En toch is het gebeurd.